De grote kerk van Naarden. Een maandlange toneel van honderden portretten. Een kleurrijk geheel van mensen die het publiek aankijken. Meestal dan. Bekenden naast onbekenden. Vaak alleen, soms met z'n tweeën. Momentopnames waar je uren naar kan kijken zonder dat het beeld verandert. Of toch niet? Op deze fototentoonstelling zijn ook bewegende portretten te zien, gemaakt door een fotograaf. Dat wel. Filmen is al voor veel fotografen een onderdeel geworden om zich te uiten. Ik denk alleen dat het fotobeeld nooit vervangen kan worden. Waarom niet? Het stilstaande beeld, daar waar je steeds weer naar terug kan. Dat kun je boven de bank hangen, daar kun je 10 keer naartoe lopen, weer opnieuw kijken, goed kijken wat het is. En met video gaat voorbij. Toch zoeken vooral jonge fotografen nieuwe manieren om het stilstaande beeld tot leven te brengen. Hij maakt er een presentatie van en gebruikt ook geluid. De donder rommelde over de heuvel en de wolken braken open. Hoort dit wel thuis op een fototentoonstelling? Ik vind van wel natuurlijk. Ik bedoel, het is wel echt fotografie. Het zijn allemaal beelden die spreken. En of je ze nou aan de muur ziet, zonder verhaal of met geluid in een vorm. Door ze op een rij te zetten, door het verhaal erbij te voegen, geef je mensen, vind ik, veel meer dan alleen de fotografie. Het zijn de uitzonderingen, nog wel. Over het algemeen hangen er in de kerk portretten waar je naar kan kijken, zolang je maar wilt.